Ja, dankjewel. Ik zou graag Julie de Bond uit Londen het woord geven en zij zal ons wat vertellen over Pilates. Thank you, Laura. Ja, dankjewel, Laura. Hallo iedereen. Oké, dat apparaatje heb ik ook even nodig. Goed, ik ben hier om te praten over Pilates en bewegingstherapie. En een klein beetje over mijzelf. Ik leer Pilates al sinds 2008 en ook bewegingstherapie. Ik heb klinieken in Londen, in het noorden en het zuiden van Londen. Ik heb een boek geschreven, dat is Pilates zonder dat de tranen je ogen schieten. En ik heb ook hypermobiliteit, EDS. En mijn methode om deze chronische pijn van EDS te overkomen heb ik zelf ingezet. En ik gebruik dat nu met mijn klanten in Londen. Ik wil aan het eind van de presentatie beginnen. We hebben verschillende testimonies, dus persoonlijke geschiedenis en verhalen van mijn klanten. Het geeft mij ook een beetje bewustzijn, zeggen veel van mijn patiënten. Ik was in het begin bang, maar nu verheug ik me erop, want ik word er zo optimistisch van en ik vol met energie. Ik denk dat deze ideeën ook bij jullie vaak voorgekomen zijn, dat je bang bent om oefeningen of lichaamsbeweging te doen. Wat ook veel klanten zeggen, het geeft me kracht en stabiliteit. Dat is zo belangrijk voor ons allemaal. Ze zeggen ook vaak, ik ben verbonden tussen lichaam en geest. En Pilates betekent voor mij kracht en het samen. Ja, mijn verbinding met EDS. Dus je bent verbonden. Niet dat je ervan afgezonderd, gescheiden bent. En mensen zeggen nu dat ze samenhorigheid hebben met hun lichaam na de Pilates. En Pilates is mijn fysiotherapie. Ben dan zonder pijn. Als ik een paar weken niet kan komen, dan komt die pijn weer terug. Dus dat toont ons weer, we moeten bewegen. We moeten dat met regelmaat doen. En dat hebben we vanochtend al een paar keer gehoord. Ik noem het bewegingstherapie, in vergelijk met Pilates. En waarom heb ik deze twee namen? Het is zeer uniek voor iedereen. We hebben allemaal een eigen aanpak. Die is uniek. Hoe wij deze bewegingstherapie gaan doen, dat is uniek voor elke persoon. En ik denk, en dat komt uit mijn eigen ervaring, dat elk systeem of methode we gebruiken, moeten de lichamelijke symptomen die we hebben behandelen. Wij zijn bijvoorbeeld de instabiliteit, de chronische pijn, subluxaties, ook stijfheid. Je bent flexibel in veel gewrichten, maar ook stijf. Dan platvoeten, problemen bij het lopen enzovoort. Al die dingen die wij kennen, maar ook de emotionele aspecten van onze aandoening, van onze stoornis. En dat is iets dat ontbreekt bij veel van de methodes voor beweging. Ze denken niet aan de emotionele geleden. Dat is deze stress, dat is de angst voor beweging. Deze angstgevoelens, daar moeten wij ook wat aan doen. Die moeten we altijd in beschouwing nemen. En dan ook natuurlijk in gebrek aan vertrouwen. We zijn misschien bang om ons te blesseren. Dus heb ik uit mijn eigen ervaring, ook veel onderzoek in de laatste 10 jaar, heb ik mijn methode gemaakt. Die is gebaseerd op Pilates, maar het heeft biomechanica ook en ook de psychologie. Dat zijn dus de 3 punten. Hè? Psychologie ook. En daarom noem ik het ook bewegingstherapie, movement-therapie versus Pilates. Dus niet alle Pilates wordt op dezelfde manier gedaan. Niet alle oefeningen worden op dezelfde manier gemaakt. Niet elke oefening is nodig voor dit. En dat moet ik betonen. Niet alle oefeningen. Bijvoorbeeld deze foto hier. Ik kan dat niet doen. Dat is duidelijk. Als je geen echte atleet bent in de gymnastiek, kun je dat niet doen. Maar is dat echt nodig dat we zo'n oefening doen voor onze bewegingen? Dat denk ik niet. Behalve als er iets is dat we in ons alledaagse leven nodig hebben. Anders is het niet nodig. Dus niet alles is geschikt voor ons. Als we het hebben over Pilates, dan zijn er verschillende vormen Pilates. Ik heb er een aantal hier vermeld. Mat Pilates, traditionele Pilates, reformer Pilates. Heel veel verschillende soorten.
Het kan een mijnveld vormen. Je kan het in een groep leren. Je kan privéles krijgen van Pilates in verschillende scholen. En dan hebben ze een andere filosofie. Dus je moet eerst je huiswerk doen. Je moet er niet van uitgaan dat leerkrachten hier wat van weten van EDS. Dus u moet met hen spreken voordat u gaat beginnen met Pilates bij hen. En natuurlijk vormt het geen vervanging voor fysiotherapie of medicijnen die u gebruikt. Maar het is een aanvulling daarop. En de filosofie van mijn methode is de volgende. Ik ga ervan uit dat we moeten kijken naar hoe we naar de beweging kijken, hoe we dat aanpakken. Ik doe aan visualisering, dus de taal die we gebruiken, het gevolgen voor de soort bewegingen die u uitvoert. Want taal leidt tot gevoel en het lichaam gaat in op het gevoel. Dus als wij het hebben over beweging, in termen van trekken, duwen, persen. Nou, die woorden heb ik heel vaak gehoord toen ik wat leerde over Pilates. Dat ik spanning moest opbouwen enzovoort. Nou, dat kwam niet goed aan bij mij. Het leidde tot meer stress en spanning in mijn lichaam. En dat leidde tot een slechter functioneren van mijn lichaam. Dus al die woorden heb ik uit mentaal gebruik gehaald. Dat leidt tot kracht, want dat leidt tot een blokkade tussen bij de band tussen het lichaam en de hersenen. En het gaat erom dat we dus deze pijn laten verminderen. Anders leidt het niet tot meer winst. Dit heeft een van mijn klanten gezegd, Henry. En we hadden geloof ik 1 of 2 sessies gehad. Toen zei hij dat de combinatie van een gerichte beweging en een bewuste beweging heeft toegeleid dat ik weer meer luister naar mijn lichaam. Na 2 sessies, en wel op basis van visualisering, kan ik weer voorzichtig met mijn lichaam omgaan. En ik ben nu al in staat op basis hiervan de spanning te laten vrijkomen. En bracing is een belangrijk element voor mij geworden bij mijn dagelijkse activiteit. Dat is van belang. Na 10 sessies heeft Henry geen pijn meer, nu ook niet. We hebben alle spanning en bracing uit zijn lichaam gehaald waarmee hij met de kampen had. Dus van belang is dat de visualisering en het taalgebruik ertoe leidt dat we in een goede sfeer terechtkomen, zodat de spanning vrij kan komen uit het lichaam. Maar dergelijke zaken hoor ik van nieuwe klanten die mij bezoeken. En u kunt dat misschien ook wel onderkennen. Het zijn normale zaken. Zeker als u met pijn te maken heeft. Als u al heel lang chronische pijn heeft, dan komt u het vaak tegen. Men zegt dat pijn een onderdeel van mijn leven vormt. En ik weet nu hoe ik mee moet omgaan met pijn. En ik kan het niet meer doen omdat ik zoveel pijn heb. Of het is normaal. Of ik ben te moe om aan lichaamsbeweging te doen. Of ik ben bang dat ik weer meer pijn aan mijn rug zal krijgen. Dit hoort men vaak. En daar hoef je je niet voor te schamen of zorgen over te maken als je het ervaart. Maar al deze mensen hier, die zeiden hetzelfde toen zij voor het eerst naar de sessies kwamen. En dit is wat ze nu kunnen doen. Ze waren eerst bang, ze hadden pijn, maar nu gaan ze zo te werken. Het waren allemaal EDS-mensen, net zoals u en ik. Dus ja, laten we eens even kort kijken naar de peencyclus en de lichaamsbeweging en waarom we aan lichaamsbeweging doen en wel dagelijks. Laten we eens bovenaan beginnen bij het rode vakje dat over pijn gaat. Het is vandaag al gezegd, pijn leidt tot vermoeidheid en stress. Normaal, als je lang pijn hebt, dan ben je gestrest daardoor en daardoor word je moe. En dan zeg je van nou, ik wil niet meer aan lichaamsbeweging, ik ben gewoon te moe. Ik ga gewoon thuis blijven en ik ga uitrusten. Maar er doet zich een probleem bij voor. Als we dit besluit nemen, is het zo dat de pijn zal toenemen. Simpelweg omdat we in een slechtere situatie terecht zullen terechtkomen. We worden moeier en we komen dan in een vicieuze cirkel terecht. En daardoor word je nog moeier. Dus als je zegt dat je vandaag niet meer aan lichaamsbeweging moet doen, moet je ervoor zorgen dat je
juist tegenovergestelde gaat doen. Ik wil niet zeggen dat je nu met de marathon moet gaan meedoen. Dat niet. Of dat je naar de sport toe gaat en dat je 3 uur gewicht gaat heffen. Natuurlijk niet. Maar we zeggen dat u wel in beweging moet komen. Het kan kleinschalig zijn. Misschien gaat u maar 5 minuten lopen. Of rustig uw lichaam gaat bewegen thuis. Maar elke stap leidt tot verbetering om deze visieuze cirkel te doorbreken. En u kunt zeggen, waarom? Waarom moet ik haar lichaamsbeweging doen? Nou, er is onderzoek hiernaar gedaan. En ik heb een aantal voorbeelden hiervan. En dit is van belang voor ons allemaal. De mensen met HSD en hypermobiele EDS moeten ervoor zorgen dat hun spierkracht en spanning weer toeneemt. Zodat de spieren weer het gebrekkige bindweefsel kunnen compenseren. 70% van de volwassenen met EDS en HSD hebben al chronische pijn voordat ze 20 zijn. Omdat ze bang zijn te bewegen, leidt dit tot pijn en vermoeidheid. Daar moeten we het aan doen. Hetzelfde wordt naar voren gebracht. We denken dat we weer letsel zullen oplopen. We moeten deze angst zien te boven te komen. Dus ik geloof in kleine stapjes. He? Dat gaat om elke stap die u zet, leidt tot verbetering. Waar gaat het om? We moeten vooruitgang boeken. Het gaat niet om perfectie. Het gaat er niet om of u perfect een oefening kan uitvoeren. Nee, het gaat erom dat er een vordering is. En dat we een klein stapje vooruit kunnen zetten. Vaak is het zo dat bewust ons zelf bewegen. Daar ga ik het dadelijk over hebben. Als ik het heb over alignment. Je moet je van jezelf bewust zijn. Je moet in jezelf geloven. Daardoor word je veerkrachtiger. En het gaat er om dat je als geleidelijk je in beweging zet. Net zoals ik net heb gezegd, je moet niet 3 uur gelijk naar de sportzaal gaan. Nee, je moet geleidelijk aan alles opbouwen. En lichaamsbeweging is goed voor het lichaam en de geest, maar de aanpak met reiking tot de lichaamsbeweging is van doorslaggevend belang. Er werd ook al een vraag over gesteld. Hè? Is yoga goed? Natuurlijk is het goed, maar het gaat om de aanpak die je hebt met reiking tot yoga. Want soms doe je te veel en ga je te ver en dan is yoga dus niet goed. En ik wil nu even op een case study ingaan met een van mijn klanten. Ze was ruim 40 jaar. Ze was fit, atletisch. Ze wilde haar lichaam snel opdrukken. Ze was zeer lenig. Maar nadat ze kinderen kregen, had ze te maken met ontwrichtingen. Na lichaamsbeweging had ze altijd rugpijn. Ze nam medicijnen in en wel dagelijks. En ze dacht dat pijn altijd bij haar leven zou horen. Ze kwam bij mij en ze dacht dat de pijn niet kon verdwijnen. Na een paar sessies hebben we dit voor elkaar kunnen krijgen. Het heeft ze gezegd. Pilates heeft haar fysieke leven totaal veranderd. Ze weet nu weer hoe ze zich helemaal kan bewegen. Ze doet nou lichaamsbeweging omdat ze aan pijn leidt. En nu leeft ze niet meer de hele tijd met pijn. En nu gebruikt ze al geen pijnstillers meer in de afgelopen 3 jaar. Dus ze is nog steeds fit en gewrichten zijn gezond. En nu is haar lichaam ook sterker. En dit heeft ze letterlijk gezegd tijdens een interview tegen mij. Ik ben hypermobiel en heel mijn leven heb ik pijn en letsel gehad. Alleen dankzij het werk met Jeannie heb ik fysiek geen pijn meer. Ik kan slapen, staan, lopen en de lichaamsbeweging doen zonder dat ik pijn heb. En dat is van belang. Zij functioneert gewoon normaal. Ze geniet van haar leven met haar gezin zonder deze last aan pijn die zij dagelijks had. En hoe krijg je dat voor elkaar? Hoe is het zo dat de mensen weer kunnen functioneren, net zoals Sarah? Nou, het is gebaseerd op Pilates, maar men gaat dan uit van een aanpak van het pijn en revalidatie. Wat betreft dat pijn? Het is een totaal aanpak, het is geen mechanische of prestatiegerichte aanpak. Nee. En het is allereerst gaat men hebben over de geest en daarna het lichaam. Dat is trouwens net ook al gezegd. De hersenen zijn van belang. We kunnen dat niet uit het oog verliezen als we ervoor willen zorgen dat men vooruitgang boekt. Zeer beginselen zijn hierbij van belang. Ik wil een aantal eventjes snel doornemen. Allereerst begin ik altijd met de ademhaling. Het lijkt iets merkwaardigs, maar we moeten opnieuw leren hoe we ademhalen. Als we pijn en stress en angst hebben meegemaakt,
dan is het zo dat we normaal gesproken niet de volledige ademhalingscapaciteit benutten. Maar als we ademhalen, dan is het zo dat we ook van onze zintuigen ons gewaar worden. En het heeft fysiologische gevolgen voor ons. Dat is van belang. De ademhaling leidt tot beweging. We bewegen niet eerst en dan door een ademhaling. Nee, als je goed leert ademhalen, kan je minder pijn hebben. Het is een soort meditatie. En dat heb ik ook mijn klanten aangeleerd. De basistechnieken van meditatie. De voordelen van meditatie zijn bekend op basis van wetenschappelijk onderzoek. Meditatie kan pijncycli onderbreken. En als we kijken, ontspanning, het hangt samen met ademhaling. Eerst kijken we naar ademhaling. Daarna word je gelijk wat ontspannender. Vorige week was er een dame bij mij bezoek. Met één sessie. We begonnen te kijken naar de ademhaling en de ontspanning. De tweede week kwam ze terug bij haar tweede les en toen vroeg ik haar hoe ze zich voelde. En toen zei ze dat ze een zeer boeiende week achter de rug had. En toen zei ze tegen mij dat ze voor de eerste keer in haar leven, en ze was al 60, dat ze eigenlijk toestemming had gekregen om te ontspannen. En dat vond ik schitterend. Voor de eerste keer in haar leven, na 60 jaar in haar leven, merkte zij dat het goed was om te ontspannen. En ze voelde zich beter. Ze had niet meer al die spanning opgehoopt in haar lichaam. De spanning verdwijnt dus. En daar gaat het om, het bracing. Vaak merken we niet dat we in ontspanning staan om door te kunnen blijven gaan. Maar dit leidt vaak tot problemen en pijn. En verder gaat het ook om het kijken naar jezelf en hoe je slaapt. Als je ontspannender bent, slaap je ook wat beter. Dus proprioceptie is ook van belang. Het is ook gedocumenteerd in documenten. Mensen die hypermobiel zijn, hebben geen proprioceptisch bewustzijn. Dat moeten we ook op te nemen in de programma's. Als we niet ons bewust zijn wat we doen, dan is het zo dat er vaker letsels zijn, subluxaties zijn, want we beseffen niet wat we doen zijn. Bewustzijn en controle zijn van echt groot gewicht. Mijn klanten wil ik een aantal soorten bewegingen laten verkennen. Ik maak ook gebruik van het materiaal in de Pilatesstudio, performers enzovoort. En we beginnen allereerst met een paar bewegingen. Simpelweg omdat de mensen zich onder controle moeten voelen. En dit geldt trouwens niet voor iedereen. We willen niet deze bewegingen laten blijven beporken. Eerst moet je een gewricht onder controle krijgen. En als dat gebeurt, dan is er minder pijn. Je krijgt dan controle en stabiliteit, brengt tot een bepaald gewricht. En dan gaan we verder kijken. En nu lig ik niet meer. Nu lig ik niet op de vloer, dus zit ik. Dus anders, het is moeilijker voor degenen met proprioceptische tekortkomingen. Maar hier gaan we dus om bewustzijn uitdagen. Ben ik bewust van de situatie? Kan ik mezelf onder controle houden? Enzovoort. Het gaat om geleidelijk aanpak. We beginnen nooit in een dergelijke stand. Eerst gaan we op onze rug liggen. Want dan krijg je veel meer informatie uit de grond. En begin op de grond. En dan gaan we verder naar boven kijken. Eerst kijk naar de voeten van de mensen. Ik houd van voeten. Ik kijk ernaar. Want die hebben een invloed op wat er gebeurt in de rest van het lichaam. Het vormt je grondslag. We weten dat platvoeten bijvoorbeeld vaak een probleem vormen bij hypermobiliteit. Tenzij je met een structureel platvoetprobleem bent geboren, is de enige reden dat je platte voeten hebt omdat je botten naar beneden gaan. Dus de spieren in je voeten moeten getraind worden, versterkt worden. En dan bouwen we de structuur van de voet weer op. En dat is goed voor je gang en de pijn. Tot aan de pijn in je schouders. Je evenwicht, en dat is nog uitdagender, nog moeilijker. Dit is het eind van het programma. Ik zou hier nooit mee beginnen. Natuurlijk
is het essentieel bij ons dagelijks leven. Hoe je loopt is een evenwichtsoefening. 1 microseconde sta je op 1 voet en daarna gaat de andere voet staan. Als je je niet op je gemak voelt om op 1 voet te staan, hoe kan je dan met vertrouwen lopen zonder hulpmiddel? Dus dat is van groot belang, stabiliteit, om kracht en natuurlijk moeten sterke geïntegreerde voeten hebben. En tot besluit dan de houding. Nou, het gaat niet om dat we de mensen kunnen aanleren. Want als ik tegen jullie zeg dat jullie moeten gaan staan en dat je schouders naar achteren moet doen en dat je recht moet gaan staan, hè, en in een goede houding moet staan, nou is dat volgens mij een mechanische situatie. Na 2 minuten is je lichaam moe. Kan je niet in die houding blijven bestaan. U wordt ook moe van een Alexander-techniek, hè? Dat hebben we net ook gezien. En dan ga je weer in je gewone houding staan. We kunnen het je niet leren. Maar je houding komt voort uit het bijeenbrengen van elementen. Het is dan zo dat je lichaam de vloer voelt. En uit deze grondkracht wordt je ondersteund. Je moet bewust worden van je lichaam. En biotensegiteit hebben we net al gezien. Anne heeft laten zien. Het is dan zo dat we dan geen druk meer hebben op onze gewrichten. En het voordeel is dat het al zo blijft. We hebben eerst gekeken naar het zenuwstelsel. En we hebben niet gekeken naar het leren van oefeningen. En daarom blijft het bestaan, omdat het een onderdeel van je eigen zelf zal worden. Goed, ik kan nog veel meer over zeggen, maar dit zijn een aantal voorbeelden, voordelen voor de EDS-gemeenschap. Dus sterkte, kracht, meer spanning van de spieren. Je kan letsel voorkomen, beter ademhalen. Je hebt een dynamische houding, hè, die je dus met kracht kan behouden. Goede spanning in het lichaam, dus je kan zo blijven staan. De totale levenskwaliteit zal toenemen. Je hebt meer energie, vitaliteit en meer vaardigheden. Je vertrouwen, je stemming en stressniveaus, die worden allemaal verbeterd. En het leidt tot een beter gevoel qua welzijn. Dus het is een totaal aanpak van mij, wat ik hier doe. En de community ondersteunt je. Als je naar een les toe gaat die je leuk vindt, dan merk je ook dat je ondersteund wordt door de leerkracht en de andere mensen die meedoen aan de pilatesoefening. Want als je alleen de oefening doet, dan voel je je wat geïsoleerd. En dit kan gewoon aan de persoon aangepast worden. Je kan de dingen doen die je zelf wilt doen. Sport kan je elke dag doen. Je kan ook tuinieren, met je kinderen spelen. Het maakt niet uit wat je doet. Maar dit blijft je altijd bij, deze oefening. Het gaat niet om oefeningen, het gaat om een nieuwe leefwijze. Nu wil ik even kort ingaan op het stretchen, op het rekken. Moet ik dat doen of niet? Dat is de eerste vraag die ik altijd hoor krijg. Is dat goed of slecht? Nou, volgens mij zijn we op een aantal plekken het lichaam stijf. Dat voelen we ook en we willen ons dan gaan oprekken. Maar we zijn stijf om verschillende redenen. Die spieren zijn stijf omdat ze andere spieren willen stabiliseren die niet zo gespannen zijn. Dus als we ons blijven oprekken, dan is dat niet altijd goed. Want je gaat dan andere onstabiele elementen in je lichaam destabiliseren. Dus ik ben niet zo'n voorstander van het stretchen. Het kan leiden tot pijn. Je kan te ver gaan, hè, zonder dat we het zelf merken. En trouwens is het ook zo dat niets zal veranderen. Simpelweg omdat je aan het stretchen, aan het rekken bent. En dan is het zo dat daarna de spier weer stijf wordt. Maar het dynamisch rekken is wel goed. Dat word ik aanbevolen. Dus het is dan zo dat je gaat rekken op een rustige manier. En je moet ervoor zorgen dat dat stijve gebied zich beweegt zonder dat je het forceert. We willen de rekbaarheid opbouwen, maar we willen niet het lichaam oprekken. Want we zijn al voldoende opgerekt op andere plekken. En tot besluit, als je vandaag weggaat naar deze bijeenkomst en bij jezelf afvraagt wat je moet doen, dan zijn de belangrijkste punten waar je naar moet kijken als we het hebben over een bewegingsprogramma. We moeten
verschillende soorten beweging kijken. Eerst moet je naar de onderkant van het lichaam kijken. In het begin moet je contact hebben met de bodem. Kleine oefeningen doen. Stapsgewijs vooruitgang gaan boeken. We moeten alles rustig aan opbouwen. Eerst moeten we motorieke controle hebben. Je moet alles eenvoudig doen. Als je geen proprioceptie hebt, je niet bewust bent van de situatie, dan raak je door de bomen het bos kwijt. Alles moet je langzaam doen met een paar herhaalde oefeningen. En als je met anderen dit samen doet, dan is het zo dat de andere mensen je zou kunnen aanraken. Dat is positief, want dan voel je de dingen ook nog beter. Verder moet je ook sensoriële bewustzijn opbouwen. Eerst moet je alles met weinig gewichten doen. Het heeft geen zin om de eerste dag gelijk 20 kilo op te heffen. Verder moet je ook isometrisch en eccentrische spieren gaan laden. Verder moet je je positie ook, je houding niet te veel veranderen. Want als je duizelig bent, dan moet je niet de hele tijd gaan zitten, staan enzovoort. Nee, je moet alles eenvoudig doen. Samenhang is van belang. En verder is ook zo dat als iemand is die jou begrijpt, dan word je gerustgesteld. Dan vertrouw je ook in die persoon. En dan krijg je een goede opleiding. En dat is het hele verhaal. En natuurlijk moet je eerst met je huisarts ernaar gaan kijken naar de situatie of je andere lichaamsoefening kan doen. Hartelijk dank voor uw aandacht.